Restjes groente in je groentela kun je prima gebruiken in een omelet, een soep, in een pastasaus of in een pannenkoek. En ik maak een Koreaanse groentepannenkoek. En eigenlijk maakt het niet zo heel erg veel uit welke groente je daarin stopt, want het is een echte restjesverwerker. En zo maak je snel een lekker voordelig zomersgerecht. Ik laat je zien wat je er allemaal voor nodig hebt. Voor korenmeel, eitjes, een beetje sojasaus, een wortel, prei, spitskool, sla en mayonaise. De Koreaanse groentepannenkoek. Een hele lekkere, dikke pannenkoek vol groenten en met een romige mayonaise. Nou, als dat niet lekker is. 200 gram volkorenmeel. Ik ga er wat sojasaus aan toevoegen. Je kan je voorstellen bij zo'n Aziatische pannenkoek dat je daar bijvoorbeeld ook wat verse gember of wat sambal. Maar ik maak hem vrij eenvoudig. We zijn toch budgetvriendelijk aan het koken. Dus met een klein beetje sojasaus dat toevoegen, krijg je ook al een hele lekkere Aziatische touch aan deze pannenkoek. Dus een beetje sojasaus. Daar gaat water bij. We gaan het klutsen met het eitje. En dan heel langzaam het water toevoegen. Tot je een mooi dik beslag krijgt. Dat is belangrijk. Het moet niet zeg maar een Frans flensje of zo worden. Het moet echt gewoon lekker vullend zijn. Nou, ik denk dat ik er al bijna ben. Dus ik laat hem heel even zo staan. En dan ga ik de groenten snijden. Ik heb hier liggen een spitskoolprei en een wortel. De spitskool die ga ik doormidden snijden. Spitskool is een kool. Misschien dat je denkt, hey, dat is toch een winterse groente? Nee, de spitskool niet. Dat is echt een voorjaars-zomergroente. Ik koop dus heel graag gewoon niks voorgesneden, maar gewoon een hele kool. En daarvan hou ik heel vaak wat over in mijn groentela. Nou, en dan kan je dat natuurlijk perfect in het beslag van je groentepannenkoek een plekje geven. Ja, wat je maar in je groentela hebt liggen, dat past eigenlijk in deze pannenkoek. Dus je kunt al je restjes erin kwijt. Dat is zo fijn eraan. Nou, dit dus heel mooi dun snijden. En dan gaat het zo rauw door het beslag. Dus je gaat niet die groente eerst bakken. Maar ik meng het zo gewoon door het beslag wat ik heb staan. En dan ga ik in één keer die pannenkoek bakken. Dan hebben we nog de wortel. Wortel ga ik raspen. Eén keer door midden. En dan raspen. Zo. Het leuke van dit gerecht vind ik dat je met relatief weinig ingrediënten, wat heb ik hier nou liggen? Een beetje meel en een beetje een eitje, wat groenten, een beetje sla. Maak je een hele volwaardige avondmaaltijd. En dat is natuurlijk ook een beetje waar het met budgetkoken om gaat. Met een beperkte hoeveelheid ingrediënten. Toch iets heel lekkers en gezonds maken. De prei, ik snij hem één keer door midden en dan houd ik hem zo onder de kraan. En dan zo mooi hier tussen die blaadjes, preiblaadjes door. Goed wassen. En dan ook de prei in dunne ringetjes. En ook het groene, het donkergroene gedeelte van de prei, die kan gewoon meedoen. Deze hele berg groente, die gaat in de Koreaanse pannenkoek. Dus even kijken hoe het met beslag is. Ja. Alle groenten er doorheen. Begin maar eens met deze hoeveelheid. Goed door dat beslag mengen. Dat beslag, dat volkoren meelbeslag, dat is een beetje het bindmiddel, hè? Tussen al die groenten. Maar het bestaat gewoon voornamelijk uit groenten. Dat is natuurlijk anders dan onze Hollandse pannenkoek met stroop. Nou, nog een beetje spitskool erbij. Ik vind spitskool ontzettend lekker. Lekker knapperig. Je kunt het dus roerbakken. Je kunt het rauw eten. Maar dus ook in deze Koreaanse pannenkoek een plek geven. Laatste beetje spitskool. Je kunt je voorstellen hoe gezond dit is, hè? Hele wortel, hele spitskoolprei. Dat moet lekker worden. Een beetje olie in de pan. Een beetje olie. Ik doe best wat olie, maar ik wil natuurlijk niet dat hij aan gaat branden. Hij moet straks mooi loskomen uit die pan. Ik kieper de hele berg groenten in de pan. En dan ga ik hem een beetje plat drukken. Op deze manier. Je kunt je voorstellen, omdat het zo'n dikke pannenkoek is, hij moet natuurlijk mooi gaar worden. En hij moet aan de buitenkant lekker goudbruin bakken. Maar daar heeft hij een beetje tijd voor nodig, omdat hij zo dik is.
Dus je moet het vuur niet al te hoog zetten, anders brandt hij aan de buitenkant aan. En dan is hij aan de binnenkant nog niet gaar. Dus je doet het op rustig vuur, je drukt hem mooi goed aan. Het heeft echt wel een kwartiertje nodig. De Koreaanse pannenkoek heeft 15 minuten in de pan lekker gebakken. En als ik hem zo beweeg, is hij ook mooi los. Maar hij moet natuurlijk omgedraaid worden. En jullie hebben je vast afgevraagd hoe gaat ze dat doen. Ik gebruik daarvoor een bord. En die leg ik er bovenop. En dan met een theedoek ga ik zo de pan draaien met bord en al. Op deze manier. Pan eraf. Kijk eens. Plaatje, nu al. Maar hij moet natuurlijk nog aan de andere kant gebakken worden. En dan schuif ik hem weer opnieuw in de pan. Op deze manier heb je hem gedraaid. Kind kan de was doen, toch? En zo gaart dus ook heel langzaam garen die groenten in de pannenkoek. En wordt hij dus mooi goudbruin aan de buitenkant. En dat is de bedoeling. We gaan dit eten met een beetje sla. En dat is heel erg leuk. Ik heb hier gewoon Hollandse kropsla. En die gebruik je straks eigenlijk als een soort wrapje. Dus je pakt een stukje van de pannenkoek. En dat vouw je dan in een slablad. Op deze manier. En dan eet je dat samen op. En dan maak ik er nog een hele lekkere romige mayonaise bij. En daarvoor doe je wat mayonaise in een kommetje. En om hem toch even dat lekkere extra smaakje te geven, gaat ook hier, net als door het pannenkoekenbeslag, een klein beetje sojasaus. Sojasaus geeft een hele lekkere umami smaak. Dat noemen we de vijfde smaak. Het geeft dan deze mayonaise een hele lekkere, ja, extra diepe smaak. Erg lekker bij de Koreaanse pannenkoek. Met dus die frisse sla. Wat blaadjes nog van afhalen. Dan leg ik dat zo bovenop de pannenkoek. En een beetje ernaast. Nou, dan is dat echt heel leuk eten zo. Maar de pannenkoek moet natuurlijk aan de andere kant ook nog 5 minuutjes bakken. Dan kunnen we er heel lekker van gaan eten. Pannenkoek heeft nog 5 minuutjes gebakken en die is nu mooi goudbruin ook aan de onderkant. De saus die doe ik in een klein leuk bakje. Ja, als je bedenkt dat wij 33 kilo voedsel per persoon per jaar weggooien, dat is natuurlijk ontzettend veel. En dat is meestal dus pasta en rijst en brood, maar ook groente en fruit. Nou ja, en als je die een plek kunt geven in bijvoorbeeld deze Koreaanse pannenkoek, dan bespaar je natuurlijk heel veel geld. Hij gaat op een mooie schaal. Ik zal er 1 puntje uitsnijden. Dan kun je ook een beetje zien hoe die aan de binnenkant is. Hij is dus heel mooi gaar geworden aan de binnenkant. Dan kan je prachtig mooi snijden. En dan leg je zo wat van die slablaadjes in het midden erop. En dit ziet er al ontzettend leuk uit. Nou, in punten snijden kan natuurlijk. Je zet hem midden op tafel en je geeft iedereen een punt. Maar ik zei al, je kunt ook de sla als een soort van wrapje gebruiken. En dan scheur je een stukje van die pannenkoek af. En je neemt dan een blaadje. Je legt de pannenkoek erin. Je doet een beetje van de mayonaise met sojasaus eroverheen. Inrollen. En een goede hap nemen. Eet smakelijk.